Welkom bij Appartement TV. We zijn op het appartement van de Toekomstplein in de Limburghal in Genk. En we praten vandaag, zaterdag 4 november, over het meerjarenonderhoudsplan voor VME's. Dat wil zeggen, eigenlijk ja, het roadbook om het gebouw in goede conditie, in goede staat te houden. En ik ga erover praten met Roel van den Berg van Soprema. Goedemiddag. Als producent van materialen, van bouwmaterialen mag ik zeggen. Maar ik kan jou misschien eerst de vraag stellen, gaan materialen eeuwig mee? Uiteraard niet. Ja. Elk product of elk materiaal heeft een bepaalde levensduur. Dus in het denken dat men ooit een gebouw neerzet, dat men er geen onderhoudswerken aan heeft, dat is eigenlijk niet echt de juiste denkwijze. Materialen worden ouder, maar ook technieken vernieuwen. Ja. We zien vandaag bijvoorbeeld fiber, daar hebben we het hier over. Ja. Zonnepanelen. Ja. 10 jaar geleden was daar geen sprake van. Nee, nu op vandaag is de ontwikkeling in de markt rond het duurzaamheidsverhaal. Gaan men naar oplossingen die demonteerbaar zijn. Dus alles vast verankeren in een gebouw wordt minder en minder gedaan. We gaan naar systemen waarbij je, dat je materialen op het einde van de levensduur terug kunt loskoppelen van het gebouw. Mm-hmm. En hergebruiken of recycleren of... Ik ken Soprema nu al een aantal jaren, eerst vanuit de waterdichting, zeg maar, het problemen oplossen bij lekkende daken. Ja. Maar ik heb jullie ook zien evolueren en ik heb ook beter leren kennen als een loyale partner van de VME van de Syndicus met adviezen rond conditiemeting van materialen. Ja. Ja. Tot en met wat je bij hebt, ook een subsidie. Inderdaad, dus wij zijn inderdaad fabrikant van waterdichtingsmaterialen en van isolatie. Met fabrieken in België, onder meer één in Tongeren, waar we XPS-isolatie maken. Al jaren doen we eigenlijk inspecties van platte daken, vooral, om de staat en de kwaliteit van een bepaald dak te gaan identificeren. Er worden rapporten van gemaakt en op basis van die rapporten kunnen onze partners, installateurs, offertes maken voor de VME's, voor de Syndicus, om te zien van oké, wat zou een eventuele renovatie moeten kosten. Maar we zaten aanvankelijk te spreken over het dak en dakisolatienorm. Ja. Ondertussen zitten we met terrassen uiteraard, ja. Dan zitten we bij gevels. Ja. En jullie hebben ook gevelisolatiemateriaal? Inderdaad, wij hebben ook gevelisolatiemateriaal. Dat kan ingezet worden voor renovatie. Kan ook ingezet worden uiteraard voor nieuwbouwprojecten. Maar zeker in verband met VME's en gebouwen die er al lang staan, kunnen we voor de volledige bouwschil eigenlijk oplossingen voorzien. Wat ik ook gezien heb, is dat heel veel syndici, bouwheren en studiebureaus zich eigenlijk ook wel comfortabel voelen als Soprema erachter staat. Ja, wij hebben eigenlijk een team dat al heel veel jaren samenwerkt. Mensen die al een lange anciëniteit in het bedrijf hebben. Wat dat ook heel positief is omwille van de technische expertise. We hebben ook een technisch team die achter ons staat, die ons eigenlijk supporteert op de werf. En die ons eigenlijk begeleidt in de juiste keuze te maken voor de klant. Dus jullie zijn eigenlijk veel meer dan een leverancier, verkoper. Ja. Jullie krijgen dan ook die feedback van de markt, neem ik aan. De feedback die wij als Soprema zijnde krijgen, is dat wij niet gewoon pure platte verkopers zijn, maar dat wij eigenlijk kennis delen en dat men ons inschakelt als gesprekspartner, als partner om een project samen tot een goed einde te brengen. Mooi bewijs van kennis delen is wat je hier vast hebt. Hè? Ja, we hebben een... Een beetje hoger houden misschien. Ja. Dus de isolatiegids, dus de premiegids, dus voor heel België, voor zowel Franstalig landsgedeelte Brussel als Vlaanderen, worden hier eigenlijk alle mogelijke premies die je kan krijgen in verband met duurzaamheid, qua bijisoleren, die staan hier allemaal in beschreven, wat je kan krijgen per regio. Het is misschien jammer dat we zo'n dikke gids moeten maken. Ja. Het mocht misschien allemaal een beetje eenvoudiger zijn, maar het is wat het is. Ja. En dan is het goed dat deze beschikbaar is. Hè? Inderdaad. Ik zou trouwens iedereen willen uitnodigen, iedere mede-eigenaar, iedere syndicus die de Soprema subsidiegids wil hebben, die kan die gewoon ook via onze website halen. We gaan het alleszins blijven volgen, al die inspanningen die jullie doen. Op www.appartement.tv.